Het is onze nieuwsdienst ten oren gekomen dat er gevallen van apenpokken zouden zijn geconstateerd in het westen van Suriname. Directeur Rakesh Gayadar Sukul van Volksgezondheid zegt tegenover onze nieuwsdienst dat tot en met vandaag er nog geen rapportage hiervan is gedaan door officiële instanties. De volksgezondheidsdirecteur voegt er meteen aan toe dat mocht er toch een uitbraak van deze ziekte zijn in Suriname, alle maatregelen gereed zijn en reeds met de huisartsen is gecommuniceerd hoe om te gaan met zulke gevallen. Gayadar Sukul zegt dat het volk zich juist zorgen moet maken om een dengue-uitbraak. Ik zou me eerder concentreren op dengue. Laat me het zo stellen, op een dengue-uitbraak. Apenpokken-uitbraak verdient ook aandacht. Uh-huh. Maar het is niet zo super ernstig. De consequenties van apenpokken zijn niet zo ernstig als de consequenties van dengue, hoor. Dus dat kan ik wel meegeven. Maar is er een persoonlijke public health mening. Is er een dreiging voor wat dengue betreft? Is er een uitbraak? Nou, we hebben de factor in het hele land, kustvlakte, ook in het binnenland. Is het nu, hebben we Aedes aegypti misschien. Dus dengue, als er casus zijn van dengue, moeten we altijd alert zijn dat er geen explosieve uitbraak is, zodat wij met ons hand in ons haar zitten bij de behandeling van deze casussen. En ja, dat we problemen krijgen bij het mitigeren van consequenties. Ten aanzien van de situatie in Suriname voor wat betreft het COVID-19-virus, zegt Gayadar Sukul dat het voorlopig rustig gaat in de ziekenhuizen. Het ministerie is op de hoogte van de situatie in Nederland, vandaar dat Suriname alert moet blijven. In de afgelopen 2 maanden zijn er 5 COVID-doden opgetekend in Suriname. Desondanks is het niet nodig om andere maatregelen te treffen dan wat nu geldig zijn. Zou je mensen moeten beperken als de consequentie er niet is? Aan de andere kant, je moet alert blijven en je moet mensen bewust van blijven maken dat meedoen aan zulke evenementen de kans op verspreiding wel vergroot. Ja? Maar als de populatie wel een behoorlijk mate van beschermstoffen heeft, dan zijn de consequenties zwaar, maar dan moet je wel weten. Er zijn risicogroepen, die kunnen ook in jouw huis eigenlijk wonen, dus dan moet je weten hoe je daarmee omgaat. Ja. Maar je gaat de totale populatie niet op slot zetten, afwegen tegen de consequenties van een aandoening en een verspreiding. Gayadar Sukul geeft aan dat het ministerie van Volksgezondheid de ontwikkelingen rond COVID-19 nauwlettend in de gaten blijft houden.